zeggen dat de Spanjaarden hier al binnen een paar weken voor de poorten kunnen liggen. Wij moeten ons verzetten tegen die paapse decadentie en corruptie. En het geloof moet weer van ons worden, van de gewone mensen. Jij bent katholiek en dat blijf je tot de Spanjaarden het land uit zijn. Als papa nog geleefd had... De overtuiging van u en van uw zoon is levensgevaarlijk. Of iemand anders ook nog iets denkt of iets vindt, dat interesseert je niet. Het gaat alleen maar om jou. We moeten de poort dichtgooien en versterken. Een plan maken. We hebben geen tijd te verliezen. Met alle respect, ik heb hier de leiding. Ik weet dat jij haar mist. Maar ik mis haar ook. Voici le plan de notre ville. Avec ces informations, vous pouvez rentrer dans la ville sans problème. Besloten alles op alles te zetten om Alkmaar te redden. Maar je bedoelt dat hij Haarlem heeft opgegeven? Als Alkmaar ook wordt ingenomen, dan is het hele noorden verloren. De stad is te verzwakt om nog lang stand te houden. We zijn verplicht aan onze kinderen om door te vechten. Ik kan voor een escorte zorgen naar Leiden. Hoe langer wij stand houden, hoe groter de kans dat de noordelijke Nederlanden de hel van de Spaanse bezetting bespaard blijft. Una mujer. Ella lucha como un hombre. Mujer. Ze kunnen onze poorten verbrijzelen. Onze huizen platbranden, ons verkrachten, onze mannen vermoorden, maar al rukken ze ons hart uit ons lijf. Onze ziel krijgen ze nooit kapot.